Mevrouw Dekker, wat was in de jaren uw betrokkenheid bij de Borgsteden? Ten eerste dat ik tegenover woon. Ik kwam daar nogal eens en ik maakte diverse activiteiten mee. En dus ik begon te filmen, maar helemaal niet met de bedoeling om er een heleboel van te maken. Zomaar eens even. En ja, maar toch een beetje begonnen met filmen. En dat breidde zich uit. En het begint toch gelijk goed met een kleurrijke heipaal. Dat is de eerste paal die geslagen werd op 2 april. De eerste paal, ja. En dat mocht mevrouw van Hofwegen doen. Dat was de vrouw van de overleden burgemeester van Hofwegen. En ja, hier loopt ze dus met de heibaas naar de heimachine. Personeel en andere mensen zijn erbij. Voorop loopt de adjunct-directrice, zuster Riethof. En hiervoor gaat Jos Westdijk zich klaarmaken om het geheel te filmen. Ja, want het was heel officieel, hè, die eerste paal die geslagen werd. Ja, zeker, ja. Vlaggen erbij. Ja. Het was mooi weer die dag. Dat kan ik me niet herinneren. Dat weet ik niet meer. Maar het is wel zo dat die eerste, vooral dat eerste gedeelte, daar zitten vlekjes in, omdat de film buitenshuis zoek geraakt geweest is en waarschijnlijk heeft hij vocht gehad. Dus ik vind het wel jammer dat het niet helemaal goed is. Maar in ieder geval heeft meneer Romeijn het toch wel verbeterd. Ja, we kijken ondertussen naar de fundering die gelegd wordt voor de nieuwbouw dan, in dit geval van de Borgsteden, ja. In 1982. Had u veel overlast wat betreft geluid? Want u staat nu wel te filmen, maar ik ga dag en nacht door. En u bent dag en nacht door gegaan met filmen. Ja, inderdaad. Het was flinke herrie. Vooral dat afbreken, dat gebeuk, dat was echt warmboos. Ja, ze gaan gestaagd verder met de betonblokken of de broodjes, zoals we die noemen. Ja. Hoe laat begon mensen morgens met de nieuwbouwactiviteiten? Nou, 7:30. Dat is vrij vroeg. Ja. En ik denk dat ze ongeveer 4:00 stopten. Dus dat viel dan ook wel weer mee. Het gaat best wel hard te bouwen, want we zitten nu in mei in de eerste verdieping, de eerste etage wordt gelegd. Ja, dat ging inderdaad vlot. Heeft u nou een vast tijdstip van de week en de dag dat u met de camera de hand nam om te gaan filmen? Of is het gewoon als u een activiteit zag dat u de camera pakte? Ja, ik keek vaak uit het raam en dan zag ik weer iets wat me interesseerde. En dan probeerde ik om inderdaad het verloop een beetje vast te leggen. Ja, had u een goede band met die bouwvakkers ook? Want ze komen nadrukkelijk in beeld. Nou, niet direct hoor. Af en toe eens een praatje, maar dat was miniem. Ik kon van bovenuit, kon ik natuurlijk mooi alles filmen. Hoe had u het idee dat de bewoners dit ervaren in die tijd? Toch die bouwactiviteiten, de herrie en de overlast? Dat was verschrikkelijk voor de mensen. De mensen hebben daar heel veel last van gehad. Het was echt ook niet om aan te horen, maar dat ging ook onder rusttijd door, tussen de middag natuurlijk. Nee, ze vonden dat heel vervelend. En dan had je zo het hoogste punt van de nieuwbouw wordt bereikt. Ja. Is dat ook een feestelijk tintje aan vast? Jazeker, dat is ook bijzonder geweest. Daar ben ik alleen niet bij geweest, maar ik zag het wel gebeuren. Ja, en ja, en ondertussen wordt er ook de fundering gelegd voor de wisselwoningen. Want de bewoners bleven eigenlijk gewoon in de Borgsteden en dan moesten uit ook verkassen om toch die bouw te verwezenlijken. Ja, want ze hoefden niet ergens anders heen, niet in een ander tehuis. Nee, er werden dus echt plaatsen gemaakt met deze woninkjes. Wat is het verhaal van die Sesamstraat die we in beeld zien? Nou, de adjunct-directrice die noemde dat zo eens een keer. Het lijkt wel Sesamstraat toen dat eenmaal in gebruik was. Nou, en ja, dat ging erin. En toen werd er ook een bordje voor gemaakt. Maar had de Sesamstraat dan te maken met de bouw of met de bewoners? Ik weet het verband eerlijk gezegd niet, maar het is wel gebeurd. En het is erin gebleven? Ja, dat is erin gebleven. Ja, want het bordje hangt op het ogenblik nog ergens in Borgsteden, als herinnering. En dan is de nieuwbouw klaar voor bewoning? Ja. De eerste bewoners die verhuizen daar weer naartoe? Ja. Dat is ook alweer een hoop toestanden. Ja, dat was inderdaad. Kijkt u maar eens. Die mensen die wilden binnenkomen,
Maar er was nog geen goed pad natuurlijk. En bovendien, die auto, die moest het een en ander afleveren. Maar ze kwamen toch binnen. Ja, want we hebben nieuwbouw, er zijn wisselwoningen. Is de Borgstede 2 keer zo groot geworden in die tussentijd? Nou, 2 keer zo groot niet hoor. Nee. Nee, er is een uitbreiding geweest aan deze kant, van de oostvleugel. En gewoon een andere indeling. De kamers, die werden, van 3 kamers werden er 2 gemaakt bijvoorbeeld. Want die kamers waren gewoon te klein. Dus het tijdelijke bordje voor het verwijzen naar de ingang? Ja, ja. En die ingang, waar was die dan in die tijd? Dit was alleen de ingang die gebruikt kon worden. En dat was de ingang van van een van de gebouwen of van de wisselwoningen? Nee, dat was van de wisselwoningen, ja. Alles was veranderd. Kijk, daar hebben we weer de Sesamstraat. Precies. Het was in de tijd van Kerstmis. Ja, had u het idee dat de kerst anders beleefd werd tijdens die verbouwing als andere jaren? Want ieder jaar wordt uiteraard kerst gevierd in de Borgstede. Ja. Nou, ik kan me niet herinneren of daar toen nog een groot feestmaal geweest is. Ik denk dat het allemaal een beetje anders liep. Mevrouw Bastiaanse, die komt straks nog een keer terug. En dit is meneer Van Lenen. Dat zijn een paar belangrijke mensen geweest. Deze meneer die was altijd bezig met om Borgstede heen het netjes te houden. Een beetje de tuinman dan? Of, Precies, ja. Ja. En dit is de directrice, zuster Lid. Samen met zuster Riethof, de adjunct directrice. Nu bereiden ze een kerstmaaltijd voor. Ze deden altijd zelf mee met de verzorging van de mensen. Maar ook met zulke gelegenheden als zo'n maaltijd waren ze helemaal bij. Dat is anders dan tegenwoordig. De directrice die later kwam, die had eigenlijk vooral het management. Die bemoeide zich niet meer met al die interne dingen. Maar dat was in die tijd heel gewoon dat de directrice meehielp? Of was dat alleen omdat die verbouwing plaatsvond en omdat nee, die mensen... Nee, dat was van begin af aan altijd geweest. En dit is nog het oude gebouw? Ja. Ja, zie je wel, dat is toch wel in die tijd geweest, ja. Want we zijn nog steeds tijdens de kerst, hè, als ik het goed heb. Ja, dit is allemaal de toeloop naar de zaal voor kerst. 23 december 1982, als ik het hier goed heb. 1982, ja. Herkent u heel veel mensen tijdens de beelden? Ik zou bij een heleboel de namen kunnen zeggen. Aan de rechterkant was Klaas Mulder, dat was de huismeester. Deze mevrouw, die kon niet tegen het licht van mijn grote lamp. Vonden die mensen het leuk dat hij aan het filmen was? Ja, dat vonden ze wel leuk. Ja, nou, dit zijn ook belangrijke mensen. Meneer en mevrouw Struik, die hebben er het langste gewoond. Als eerste bewoner. En die hebben daar jaren gewoond. En toen moesten ze verhuizen? Nee, de een na de ander is overleden. Dus die hebben eigenlijk de opening niet meer meegemaakt? Jawel. Ja, die hebben nog lang geleefd. Zeker meneer Struik. Mevrouw Struik was eerder overleden. Wie is deze meneer? De burgemeester. Dat is burgemeester Van der Brink. Die kwam ook altijd tijdens de kerst even een praatje houden? Ja, die was voorzitter van het bestuur. Hebt u zelf ook meegegeten of bent u alleen maar aan het filmen geweest? Ja, ik heb meegegeten. Ja. U was eigenlijk toch wel een van de mensen die een bekend gezicht was en misschien nog steeds is binnen de Borgstede. Ja, want intussen zijn er ook weer andere relaties met Borgstede. Dat was de chef-kok en zijn hulp. En er werd echt gekookt nog in de Borgstede. In die tijd werd alles gekookt en klaargemaakt. Op een gegeven moment kwam het eten van buiten, maar op het ogenblik worden er toch nog bepaalde dingen zelf klaargemaakt, hoor. Dit is nog al door aan het kerstdiner. Nou, dat was een hele gebeurtenis. Ja, en ook vrij druk. Ja. Want dit is dan de zaal die niet meer bestaat, waar dit kerstdiner plaatsvindt. Ja, die zaal bestaat nog, maar
Toen was de uitbouw er nog niet bij. Er is namelijk aan de kant van de Binnenlandse Baan is er ook een stukje bijgebouwd. Hier is meneer Struik aan biljarten. Is in de recreatiezaal? Nee, dat is boven. Er was een speciale ruimte voor zoiets als biljarten, maar ook andere dingen. Misschien kaarten in die tijd? Ja, ja. Werd er veel gebiljart door de heren in het algemeen? Er waren maar een paar die dat deden, ja. Wat was dat eigenlijk voor activiteiten, postale, huishoudelijke en administratieve activiteiten? Wat houdt dat er precies in? Nou, die meneer die u net zag, dat was, die kwam daarvoor een pastoraal gesprek van de hervormde kerk. En ja, dit zijn de huishoudelijke gebeurtenissen. En dit is het administratiekantoortje. Dat is gewoon een willekeurig iemand van de administratie? Of? Ja, Margaret Boor heet ze. En dit is meneer Schop, ook een belangrijk iemand, want die heeft veel voor de historische vereniging gedaan. Hier is mevrouw Bastiaanse. Daar is mevrouw Bastiaanse met het winkeltje bezig. Ja, dat beheerde ze zelf. Dat was echt een flinke mevrouw, die schilde 's morgens om 7 uur de aardappels voor Borstede. Ja, met anderen natuurlijk. Ja, werd er veel gebruik van gemaakt door de bewoners van dit winkeltje? Ja. 'S morgens om 10 uur was er altijd koffie drinken in de zaal en daarna ging het winkeltje open. Was mevrouw Bastiaans een van de bewoonsters? Een van de bewoonsters. Ze was ook lid van de bewonerscommissie. We merken ook dat de verbouwing gewoon gestaag doorgaat en de renovatie. Ja. Gefaseerd. Dat heeft natuurlijk een reden dat de mensen moesten verkassen. Ja. Het eerste gedeelte was dus de Noordvleugel. En toen die klaar was, konden de mensen uit Sesamstraat naar hun nieuwe kamer. En later werd die Zuidvleugel onder handen genomen. En dit is de oude keuken? Dat is de oude keuken. Die was op de eerste etage. En dat was onpraktisch. Dus dat is op een gegeven moment een hele nieuwe behuizing in op de parterre. Een hele verbetering dus voor de mensen die het eten moeten bereiden. Ja, zeker. Zuster Lid deed bijvoorbeeld mee ook in de keuken. In de middelste is zuster Riethoff. Ja, persoonlijk zorgde ze dat alles goed liep. En in die tijd een heel moderne keuken, als ik het zo ziet. Jawel, ja. Met hoeveel bewoners bestond in die tijd de Borgstede? Voor hoeveel mensen moesten gekookt worden? Ik dacht iets van 120. Vandaar die hele grote ketels die we net in beeld zien. Juist, ja. Je krijgt een beetje trek van als we zo kijken, hè? Ja, hè? Ja. Ja, en het werd echt, er werd op gelet dat ieder, die dieet had, dat daar dus voor gezorgd werd. En ze wisten precies wat iedereen wilde. Ja, was dat heel anders als in die oude keuken? Of is qua maaltijden maakte dat niet zo uit? Het is alleen maar dat het voor het personeel wat makkelijker was om te kokkerellen, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik denk dat het voor het personeel allemaal een hele vooruitgang was. En je ziet dat ook ieder een eigen afgepast portie krijgt. Want het is op het ogenblik anders. Nu komt men met een grote kar met eten en persoonlijk komt men even vragen wel wat of de mensen kiezen tussen twee maaltijden. Maar toen werd dat gewoon even per persoon afgeleverd. Dat is Beb Baan, die is aan het werk. Ja, dat is wel een van de nieuwe woningen, neem ik aan. Ja, ja. Dit is mevrouw Cameron. Want we praten over een renovatie, maar ook over nieuwbouw. Ja, dit is echt het nieuwe gedeelte, de Noordvleugel, die klaar was. Maar ja, nog steeds die bouwactiviteiten, nog steeds die overlast, het ging maar door. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dit is een nieuw gedeelte, die lange gang. Dat is naar het oosten toe. Nou, en hier mogen de mensen, deze eerste mensen, weer terug. Deze mensen zijn 2 keer verhuisd? Ze zijn 2 keer verhuisd.
Ik kan me voorstellen dat dat voor mensen op leeftijd dus een hele belevenis is, een heel gedoe. Ja, oh, ze hebben het verschrikkelijk gevonden. Echt waar. Dat was een warme zomer, 1983 praten we over. Oh ja, en dan in die wisselwoningen was het natuurlijk niet om uit te houden. Meneer Huizen links en meneer Van Lenen rechts. Meneer Bouw zit dan helemaal rechts. Nou, dat is het afscheid van zuster Lid. Dit is de nieuwe directrice, zuster Dalmeijer. Ja, hoeveel jaar heeft zuster Lid in de Borgstede gewerkt? Weet u dat? Eens even kijken. Toch gauw een jaar of 18, denk ik. Ik kan ernaast zitten hoor, maar in die buurt zit het wel. Zuster Riethoff. Allemaal weer toespraken bij het afscheid. Het altijd weer een emotioneel moment. Oh ja. Het afscheid nemen. Ja, zuster Lid zelf even, als dank. En ze krijgt een cadeau. Kunt u zich misschien nog een beetje herinneren wat het cadeau dan was voor zuster Lid? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb zitten turen. Ik denk, nee, ik weet niet wat het is. Eigenlijk is het ook een feestelijk moment, hè? De afbraak van de wisselwoningen. Ja. Het is toch alweer een mijlpaal tijdens de hele verbouwing. Dat was verbouwing. Echt een gebeurtenis ook, ja. Ja hoor, dat betekende dat iedereen zijn plekje gevonden had. Men was nog niet helemaal klaar, hè? Iedereen zijn plekje, maar er moest nog allerlei dingen gedaan worden rondom de Borgstede. Ja, zeker, want ja, het is een ravage geweest. En voordat dat allemaal opgeruimd was. Maar er moest ook weer een mooi plantsoentje aangelegd worden. Maar het is leuk als je dat allemaal ziet groeien. Ik kan je voorstellen dat mensen daar even een tijdje in hebben moeten wonen? Nee, hè? Nee, nee. Ja, er is best wel gemop. Ja, verkeersoverlast neem ik aan hier in de straat. Ja, zeker. Met al het verkeer. En een modder. De bloembak die je straks te zien krijgt, die heeft eerst op een ander plekje gestaan. Hier. En daar wordt hij weggehaald. Het was midden in de winter. Ja, weet u de reden waarom die bloembak werd verplaatst? Ik denk dat ze toch niet genoeg hadden uitgerekend dat dat eigenlijk geen goede plaats was. Nee. De bloembak bestaat nog steeds. Hij bestaat inderdaad nog steeds. Ja. En het is vaak een speelobject voor kinderen. En ook in de winter bent u gewoon door blijven filmen? Ja, ja. Nou, dat is een heel karwei geweest hoor. Dat weet ik nog wel. De verplaatsen van de bloembak. Het verplaatsen van die bloembak. Het vreselijke zware geval om dat precies op die plaats te krijgen. Nou, je kunt hier de contouren zien van het aanstaande plantsoen. Een kale boel. Een heel kaal. Een graafmachine, dus er was weer blubber en modder in de straat en noem maar op. Oh, van alles, ja. Maar op een gegeven moment is dan toch de opening. Ja, de officiële opening. De officiële opening. Met officiële gasten. Officiële gasten, de aannemer erbij. De burgemeester. Burgemeester weer. Ja. Zuster Lid, zuster. Aha. Was het een hele opluchting voor die mensen dat het eindelijk klaar was? Ja, zeker. Iedereen was vrolijk. Daar gaat mevrouw Bastiaanse naar buiten, want ze mag de vlag hijsen. Was het hijsen van de vlag de officiële openingshandeling? Ja, ja. Jos Westdijk, daarachter. Ja, daar gaat de vlag. Maar men was nog niet helemaal klaar, want de tuin rondom Borgstede moest nog eigenlijk netjes worden gemaakt. Die moest wel netjes worden gemaakt. Was men dan niet iets te vroeg met het openen van het nieuwe Borgstede? Moest er toch een keer van komen, hè? En voordat het nou allemaal groen was, dan is het toch wel goed. Zo, mevrouw Bastiaanse krijgt de bloemen voor. Bent u ook zo nieuwsgierig wat degene allemaal te zeggen hebben? Want het is toch wel heel lang geleden dat u die film heeft gemaakt. Ja, inderdaad. Ja, ach, dat zullen de algemene woorden wel geweest zijn. Dat is de aannemer. En die heeft ook een cadeau aangeboden. Een filmcamera op statief. En voor wie was die filmcamera? Voor Borgstede.
Dus toen konden ze hun eigen films maken. Ja, ja. Ik geloof dat er niet veel van terechtgekomen is. Links zit de vrouw van de burgemeester. Mevrouw Matthijs in het midden praat met mevrouw van Hofwegen. Het is wederom weer een hele gezellige, toch wel officiële aangelegenheid. Deze officiële opening op 10 februari 1984. Hè? 1984. Meneer Wissing, links, de architect, praat met de aannemer. Meneer Struik praat met mevrouw van Hofwegen. Was iedereen tevreden met de nieuwe woningen? Ja, ja, daar waren ze inderdaad blij mee. Want dat heeft toch een tijdje geduurd? Met ontberingen hebben ze allemaal moeten ondergaan. En ja. Uiteindelijk dan je nieuwe woning. Ja, daar waren ze inderdaad heel blij mee. Toen kwam de rust. Want weet u ook het verschil tussen de oude woningen en de nieuwe woningen? Buiten het feit dat ze misschien iets groter waren, maar waren er nog meer voorzieningen nieuw voor die bewoners? Ja, een nieuwe keuken was er. En ik weet wel dat de bedden, die stonden in die kleine ruimte. De mensen konden minder plaatsen. Dus de helft van een kamer kwam erbij en dat was de plaats voor de bedden. We zitten ondertussen naar de tuinkeuring te kijken. Moest die echt goedgekeurd worden? Ja, nou dat was meneer Huizer. Wat was het, een officiële gelegenheid? Ja, dat was even de inspectie. Ja. Dus ook wel weer een beetje een feestelijk moment. Van wordt de tuin goedgekeurd? Ja, ja. En hier worden de keten afgebroken. Ja, van de aannemer. Van de werkketen, ja. En daarachter staan die bejaardenwoningen. Die hebben moeten plaatsmaken toen de aanleunwoningen en dienstencentrum gebouwd werden. En dan is het 12 april 1984. Eindelijk feest ook voor de bewoners. Ja. Was dat ook heel officieel of was dat een wat luchtige samen zijn? Dat was luchtig. En dat was echt alleen voor de bewoners. Het begon met koffie, met gebak. En het is een hele dag feest geweest. Een hele dag, van 's morgens tot 's avonds? Ja, met de maaltijd tussendoor en een poosje rusten. Maar 's avonds ging het ook nog weer door. Ja, niet iedereen kon daarbij blijven zitten. De versieringen, was er ook muziek? Nee, geen muziek. Dat kan ik me tenminste niet herinneren, nee. De feestavond, wat werd op die feestavond allemaal gedaan, mevrouw Dekker? Het personeel ging stukjes opvoeren. En dan speelden ze de bewoners na. En hier bijvoorbeeld zit links zit een mevrouw die absoluut niet van de kamer zal willen voor die renovatie. En dat laat ze goed merken. Was dat en de meeste wilden niet, maar ja, sommigen gaven zich toch wel... Het was een komisch stukje, maar toch wel gebaseerd op de waarheid. Ja, de ervaringen van die 2 jaar van die verbouwing en renovatie. Kijk, ze wil graag contact. Vonden de bewoners dit leuk? Want het is ook een beetje een spiegel die je voor het gehouden van hoe we reageerden. Het gebeurde in die inderdaad tijd, ook zo. Ja, ja. Dat zullen ze best herkend hebben. Maar er werd volop gelachen die avond. Oh ja, ja, zeker. Ja hoor, dat vonden ze prachtig. Hoe lang duurde dat toneelstukje, of het toneelstukje, stuk zeg ik, kan ik beter zeggen? Nou, toch al gauw een kwartiertje, denk ik. En daar hebben we dat Sesamstraat weer voorbij komt. Ja, want dat bordje, dat moet weer in Borstede komen. En het is een hele eer voor de bewoners wie dat mag onthullen. Nou, zij wil dat wel. Ze vindt ook dat ze er recht op heeft. Maar de anderen ook. Och, heden. Er wordt een beetje geruzied over wie het bordje mag onthullen. Juist. Nou, zij mag toch echt doen. Dit is mevrouw Mulder, dat is de vrouw van de huismeester. Die is vanaf toen tot nu toe steeds betrokken. Er wordt nog eventjes gespiekt wat betreft de teksten. Juist. Joy is het geweest. En dan, wat is dit, deze scène? Dit is hier krijgt iedereen een foto van Borstede. Een foto die is genomen vanaf de kant van de Binnenlandse Baan. En deze mevrouw was de eerste die hem kreeg. En nu wordt hij ook in de zaal aan alle bewoners uitgereikt. Mevrouw Huizer, met mevrouw Mulder, meneer Bouw. Heeft u zelf ook zo'n foto ontvangen?
Ik heb hem gemaakt. Dus. U heeft hem gemaakt ook. Oh. Kijk, vandaar dat we zo precies weten van welke situatie, welke plek die foto genomen is. Ja. Zijn dat de lekkere hapjes of is dat ook onderdeel van het toneelstuk? Nee, nee, nee. Dat zijn de echte lekkere hapjes. Kijk, en toen mocht je nog in de zaal roken. Ja, dat is ook echt van lang vervlogen tijd. Juist. Nou, het verk, wat is dat? Het varken. Meneer Kloppenburg, dat is een van de bewoners, die was heel goed, ook lid van de bewonerscommissie. Die voerde vaker stukjes op. Dat is een verhaal apart. Dat kan ik zo gauw niet vertellen, dat, denk ik. Dat heeft niet zoveel iets te maken met de borgsteden? Nee, niet met borgsteden te maken, nee. Nou gaat het personeel zelf nog iets opvoeren. Een beetje modern. Meneer Kloppenburg die gaat het cadeau van de bewoners aan Borgsteden aanbieden. En voor de duidelijkheid, dat cadeau bestaat uit? Een cricketspel. Een cricketspel. En dan is Koninginnedag 1984. De vlaggen worden gehezen door het echtpaar Mulder. Dit is op het bordes van het gemeentehuis, de Obade. En de fanfare van Barendrecht is gewend om na de opening van de dag naar Borgsteden te gaan. En dan, ja, daarna gaan ze weer weg. Ja, hier lopen ze langs de Borgsteden, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ik heb niet kunnen filmen dat ze binnen waren, maar dat is wel gebruikelijk, nog steeds. Nog steeds een traditie dus? Ja. Ja, en dan krijgt de tuin ook uiteindelijk wel weer vorm. Ja, dan begint het echt te groeien. Die boom, die is er niet meer. Maar die heeft wat jaren die tuin gesierd. En hebben we het verhaal gehad over de nieuwbouw en de renovatie van de Borgsteden. Dank u wel, mevrouw Dekker, voor uw verhaal. Heel graag gedaan.